jongens, je bent weer Dennis en Geneske. En vandaag vinden we een nieuwe Call of the Ghost video. En in de video van vandaag heb ik een speciale klas samengesteld. Dit is de ultieme klootzakklas. In ieder geval, als je mij zou vragen van wat is een kutkind, dan zal die een van deze dingen hebben die op deze klas zit. Of in ieder geval, een van de dingen meestal wel. Als eerste heb ik dan de ghillie suit. Heel veel mensen dachten van waarom gebruik ik ineens de ghillie suit? Nou, dat was eigenlijk omdat ik deze video eigenlijk al eerder wou maken. En hier is ze dus eigenlijk. In ieder geval, daarvoor had ik die ghillie suit nodig. Dit is de klas die ik heb gekozen. Ik heb gekozen voor Trackside. Ik zat twijfels tussen Trackside en een weet je ook weer, een je hebt een Trackside. Je hebt een weet je ook weer, zo met dat wit allemaal. Thermalside. Nou, ik denk dat Trackside erger is, dus ik denk, nou, doe ik Trackside. Ik heb sowieso dus een Light Machine Gun, want hij is sowieso triest. Ik heb IED's, dat kan sowieso niet missen. Want ik wil eigenlijk een Noobtube erop zetten in plaats van Rapid Fire. Alleen dan kon je geen IED's. En wat ik het meeste haat aan heel Call of the Ghost zijn mensen met IED's. Dus ik denk, die moet ik hebben. Verder rest heb ik. Oh nee. Oh shit, cadeaunt. Ik heb een paar van deze dingetjes gepakt. Gewoon omdat het kan. Ik weet mijn god niet. Oh ja, trouwens, volgens mij als er dan mensen tegenaan lopen of zo, dan zien ze door de muur heen. Of ik weet niet. Het is in ieder geval geen. Oh shit. Het is geen sensor grenade, dat had ik in eerste instantie eigenlijk gehoopt, maar... Oké, ik heb trouwens ook bij Assault Series gekozen en ik wil eigenlijk support, want ik heb een hekel aan support. Maar ik heb echt een uber hekel aan die hond, ik ga altijd dood aan die hond, dus ik denk, nou, ik moet die hond gewoon hebben. Dus ja, dan moest ik toch maar voor Assault kiezen, dus... Nou, dan maar Assault, hè, wat maakt het uit. Dus al het irritante kan niet op één klas, helaas. Nou ja, helaas, gelukkig, anders zou je natuurlijk heel vaak tegenkrijgen. Maar, ja, het kon dus niet voor deze video. Zie dit ding, man? Dit ding is een tank! Nee! Wat zat jij? Let's see! Een Trackside! Come on! Zit je onder die auto? Yep. Oké, dan die Sendergun. Ja, ik wist niet echt welke bij moest pakken. Sendergun. Moi. Die hond heeft de kill. Oh, Jesus. Nou, ik vind eigenlijk het enige wat ik heel erg haat bij Assault is dus die hond. En ik moest die hond gewoon inzetten. Dat moest gewoon. Dus ja, de andere dingen wist ik niet. Ik kan die dingen fucking weggooien. Dat is een perk. Dus er eentje achter mij. IED's. Gewoon een map erbij hoor natuurlijk. Ik heb hem eigenlijk niet goed gelegd, hè. Ik kan niet goed campen, want je moet hem eigenlijk daar neerleggen. Als ze dan daardoor komen. Nou missen ze hem. Hey, shooting troop. Wat stond er? Ik kon niet meer lezen. Shit, ik was te laat. Volgens mij gewoon door dingen heen schieten. Oh shit. Schiet erop. Die hond is dood. Dat vind ik niet zo leuk. Come on. Oh shit. Oeps. Oeps. Let's go. Ah, mooi. Fantastisch, oké. We zijn aan het campen, hè. Dit is de ultieme klootzakklas. Dus let's go. Oh, shit. Ik kan niet zo goed campen als anderen. Normaal, mensen die gaan niet naar ramen, hè. Die gaan gewoon binnen liggen, naar de trap even. Nee, we gaan niet campen. We gaan wel rondlopen. Ik wist alleen dat er iemand was, dus... Ik hoorde hem volgens mij wel lopen. Maar dan lijkt me sterk dat hij daar was. Dat is zo stil. Oké, in ieder geval, wat kan we zo meteen die sentry gun neerzetten? Hey, zag ik iemand? Die wapen serieus doet best wel goed ook, dat is het allerergste. Hoppakee. Oké, dit is een mooie spot. Let's go. Hopelijk doet hij wel. Ik denk wel dat hier ook iemand aankomt. Ik ga die sentry gun van mij proberen kapot maken. Ik ben benieuwd of de sentry gun überhaupt wel kills maakt. Ik kan niet zeggen dat ik heel veel sentry gun kills ooit zie. En natuurlijk niet iedereen gebruikt sentry guns, maar... En dat was mijn kill. Eigenlijk moet ik link kills gaan maken. Nee, fuck it. Ik schiet hem maar vanaf. Oh, hij is niet dood! Damn. Ik dacht hij dood zou gaan. Ik had slide of hand nodig. Dit is veel te lang. En... sentry gun wil echt niet schieten. Die heeft helemaal geen zin in vandaag. Ik snap nog niet hoe ik die kill niet kon hebben, man. Ik schiet echt veel raak, hoor. What the fuck? Headshot! De sentry gun heeft het nog steeds niet voor elkaar gekregen om één kill te maken. En daar liep iemand. Nee, wat? Gesniped? Oh, holy shit, ligt langs die trap te campen. Oké, hopelijk zit hij er nou nog steeds. Ik wil echt switchen naar een pistooltje, maar dat kan niet. Dit ding is voor de trui. Oké, weer 6000 punten. Ik krijg laatst een silver challenge. Dat is absurd. Hier zat hij volgens mij te campen. Ik loop even via de andere kant. Oh. 10 assists met dit wapen. 100 assists in totaal. Ik weet niet, man. Ik heb hier dat daar iemand zit. Maar ik wil even kijken dat hier de camper nog zit. Hier zo. Ik zie snel niks. Nope. Dit is zo traag. Je kunt hier niet eens meer lopen.
Maar dat is waarschijnlijk ook niet de bedoeling. En iemand zit in mijn rug. Mijn sentry gun is kapot. Het is verre van ideaal. Hey, hallo. Houd geen dead silence, dat is niet echt slim. In dit spel heb je echt dead silence nodig. Kijk, dit ding wil zo ver nog gewoon goed schieten. Voor live machine met rapfire vind ik dat dit ding het echt absurd goed doet. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik denk dit ding is gewoon een kutwapen. Nou snap ik waar iedereen met het ding is ik ga campen en deze klas gebruik. Het is gewoon de ideale klas. En kijk hoe ver ik dit ding gooi. Oh Jesus. Het is een perk, hè, dus dat kan normaal gezien niet. Maar het hoort erbij. Light machine gun, sniper. Wat? Een honey badger? What the heck? Kijk hoeveel kogels. 2 kogels, man. Holy fuck. Maar ja, maar er is een sinus erop. Dat is mooi en alles. Oké, okay, we zijn er aan het verliezen ook. Oh shit. Oh, dat is een teammate. Lol, schoot al iemand in onze rug. Ah, jezus, man. Ik kom maar niet vooruit. Hoe werkt die zo eigenlijk? Zal die zo ook al goed schieten? Ik vind de trackslide helemaal niet zo slecht iets. Als jij gewoon rond zou rennen met een normaal wapen, dan is dat niet echt fijn, maar hiermee kun je niet eens lopen. Teammate of niet? Ik hoor ik achter me, dat is een teammate. Zullen we maar eens even richting B gaan, want we proberen natuurlijk wel te winnen. Teammate zie je, die zult wel fixen, denk ik. Aan deze kant tenminste. Oh, daar hoort er ook nog bij natuurlijk. Gooi weer nog een. Hoppakee. Zo eentje er langs. Helemaal compleet. Nou, nog even een hoekje opzoeken. Nee! Ik heb eindelijk mijn dingen. Oh, die Warner, die klootzak, hè. Alsjeblieft, zeg. Ik wil die kills helemaal kapot schieten. Waar is hij? Oh, oh, oh. Pas op. Waar is die Warner nou weer heen gevlucht? Hij zit op die boot. Ik zie hem op de minimap. Maar ik werd net gegeten in mijn rug. Dus... er zit iemand C te cap, maar ook iemand op die boot. Ik kan niet kiezen. Wie is eerst? Ik kijk die keer op die boot, maar ik ga er maar C. Aangezien daar iemand zit te snipen. Oké, okay. Hopelijk komt hij deze kant op, waarschijnlijk nee. Let's go. Waar zit hij? Waar zit die gozer dan? Ik kan het niet vertellen dat ik hem nou bijloop. Oh nee, hij zit helemaal in het hoekje. Oh, dat had ik echt niet verwacht, man. Ik zat echt te kijken. Oh, dat kan niet. Daar zal hij niet in een hoekje zitten. Toch wel. Gelukkig was hij echt super traag. Dus dat is gunstig. Oh, ik haat mezelf zo erg. IED's, really? Dit is de allereerste keer, ik zweer het je, de allereerste keer dat ik een IED op mijn wapen heb gezet. En ik gebruik het nooit uit principe. Het is gewoon triest, punt uit. Je kunt zeggen wat je wil, maar het is gewoon triest. Maar dit wapen is serieus gewoon goed. Ik denk als ik hier light weer opzet en specialist en heel dat flikker zo sorry. Dan denk ik dat die wapen nog best wel leuk is om mee te spelen. Kom hier dan. We hebben je allebei gezien. Ik ga die hond niet inkallen. Precies op het moment dat ik die hond inkal. Dan komt de enemy er altijd aan. Nou. Ik weet niet wat de laatste is, maar ik heb het idee dat ik heel veel challenges dubbel krijg. De challenge die ik net ook al had, ik had het idee dat ik die eerder ook al heb gehad. Ik ga even laden, dan ben ik al even 5 minuten bezig. Zo. We zijn bijna klaar. Jezus. Oh, niet zo lang. Oké, okay, we hebben bijna onze sentry gun. Ik zou die eigenlijk best wel graag willen halen. Hopelijk maakt hij nou wel een kill, want die vorige keer heeft hij helemaal geen kill gemaakt. Hij heeft volgens mij, ja, hij heeft 1 keer geschoten. Terwijl hij mijn kill jatte. Zit daar iemand? Serieus? Hoeveel kogels hebben die mensen nodig, man? Op afstand is hij misschien toch niet zo goed. Boven. Die hond die maakt dan meer geluid dan ikzelf. Maar trouwens, ik heb des silence. Dat is logisch. Toch vind ik dat die hond ook silence moet zijn. Als je zelf dead silence hebt, dan moet die hond er ook hebben. Anders hoort iedereen die hond lopen. Ik moet niezen. Het is verschrikkelijk irritant. Als een enemy die... God, komt tevoorschijn. Dan ben ik een schietschijf. Let's go. Let's go. Let's go. Jezus, kom hier. Ja, ik heb maar 1 kogel. Jezus, hoeveel kogels had die vent, man? Holy shit. Ik zie net Iron Man, man. Zoveel kogels. En zal ik nog steeds boven zitten? Ik hoop het wel. Ik zie snel niks. Achter mij zit iemand schieten met silencer. Ik kan niet met teammates of een enemy. Ik wil gewoon die kut sentry gun hebben, eigenlijk.
Oh shit, ja, ik zag hem niet, die vlag stond er precies voor. Dat is allemaal karma, hè, omdat ik deze klas gebruik. Dat is allemaal karma. Ik kan eens 30 kills maken met deze klas. Nee, geef mij maar gewoon een normale klas. Zo zie je, maar met noob klasses kan ik niet spelen. Maar dat komt eigenlijk al die keren dat ik naar dood ben gegaan. Is van iemand die uit Arabië ligt te campen. Eigenlijk moet ik ook campen. Met zo'n klas. Dus ik gebruik de klas waarschijnlijk gewoon verkeerd. Let's go. Hopelijk wordt hij nou niet weer mijn rug gesnijd. Dus volgende keer wel. Oh shit, get owned. Hij schoot wel heel laat. En ze zitten bij C. Oh, die hond heb ik nog steeds. Hè? Dat is handig. Zit hier nog steeds iemand binnen? Ik heb echt ID nodig. En die hond heeft iemand. Oh, nee, dat ding had ik ook nodig. Een IMS. Natuurlijk. Oh, dat kan niet trouwens. Dezelfde streak als een hond, hè. Schoot je met een headshot? Ja. Je vent schoot een headshot. Geen wonder. Ik denk al wel. Hé, hey, mijn hond heeft hem. Zeker nice. Oh. Come on. Loop erin. Loop in mijn ID. Nee? Oké, okay, een beetje jammer. Beetje teleurgesteld. Dat ding heb ik nodig. Teammate, ga dood. Dan weet ik wat er een enemy is. Zie dit, jongens. Oh, ik voel me echt erg. Ik schaam me eigenlijk gewoon. Hij ging dood. Ik dacht wel even dat hij doodschoten werd, maar toen zag ik... Oh ja, shit, die heli natuurlijk. Die heli zit ons gewoon helemaal te destroyen. Wie staat er zo super slecht? Laat maar. 2M13 en 5M11. Never mind. Ik weet al lang waar dat ding vandaan komt. Oh, headshot. Maar eigenlijk voor een wapen met rapid fire gaat dit ding echt weinig op en neer. Dat is echt niet normaal. Ik zou echt all over the place moeten zijn met de wapen, jongen. Ik had 30 kills eigenlijk. Ik denk niet dat het nog gaat lukken. Sentry, niet op mij. Snel, snel, snel. Ik had 30 kills. Maybe. Wat? Waar lag jij? Oh, hij zat er in het ding te campen. 28-8. Ik kan niet met noob klas overweg, jongens. Ik kan nu niet eens 30 kills maken met zo'n klas als dit. Ultimate noob klas. Of klootzakla. Ik noem het klootzakla. Ik vind het gewoon een klootzakla. Want alles wat erop zit is gewoon van klootzak. Maar kijk, kan ik nog switchen? Nee, ik kan je laten zien. Ah, C4. Ik denk als hij ook ID's had. Ik heb kills gemaakt met mijn ID's. Ik heb kills gemaakt met mijn hond. Ik heb kills gemaakt met mijn... Tracker side light machine gun. Heb ik gecampt. Ik heb in een huisje gezeten met IED's en zo'n GS en zo, weet ik hoe zo'n ding heet. Dus ik denk dat ik goed mijn best heb gedaan om zoals 90% van Call of Duty te spelen. Dus in ieder geval, ik hoop ze leuk vonden. Ik hoop eigenlijk stiekem niet, want het slaat gewoon nergens op dat ik met zo'n klas kan spelen, dat dit gewoon bestaat. Maar holy fuck, 29.002. Ik ben bijna level 59. Ik kan bijna precies. Ik ben bijna 10e precies. In ieder geval, ik hoop ze leuk vonden. Als je leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.